Er heerst iets over, als we het hebben over homo-emancipatie, op het moment dat je niet in elkaar geslagen wordt op straat, dan moet je eigenlijk niet te veel klagen. Dus ik denk dat dat één van de dingen is die een rol speelt. Maar dit is gewoon nog niet goed genoeg. Een kind kan voor de wet maar 2 ouders hebben. Maar steeds meer kinderen hebben 3 of zelfs 4 ouders. Het komt met name voor bij homo-ouderstellen. Cijfers zijn er niet, maar COC Nederland schat dat het gaat om duizenden gezinnen en pleit ervoor dat die ouders dezelfde rechten krijgen als 2-oudergezin. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat deze Kamer al meermaals heeft gevraagd om invoering van juridisch meerouderschap. Overwegende dat juridisch meerouderschap op zichzelf heel afgebakend is, maar wel doorwerking heeft op allerlei wet en regelgeving en de erkenning van ouderschap in het buitenland. Van mening dat een start moet worden gemaakt met de voorbereiding van een meerouderschapswet, verzoekt de regering om de wetswijziging van Burgerlijk Wetboek 1 voor te bereiden die meerouderschap mogelijk maakt. Verzoekt de regering om een werkgroep aan te stellen die de doorwerking van meerouderschap in overige wet en regelgeving nauwkeurig uiteenzet, een plan en planning opstelt voor implementatie en de conclusies hiervan voor de zomer van 2023 met de Kamer te delen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend namens collega Ellian. De invoering van meerouderschap, meeroudergezag, heeft naast de aanpassing van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek verstrekkende gevolgen. Ik hoorde het Kamerlid van Ginneken dat ook duiden. Je moet dan denken aan wetgeving op verschillende terreinen, financiën, sociale zekerheid, zorg, onderwijs, vreemdelingenrecht, jeugdstrafrecht, etc. etc. Het mogen duidelijk zijn dat ik dat niet alleen als minister voor rechtsbescherming kan doen. Ik heb daarbij samenwerking nodig met de collega's, interdepartementaal in de breedste zin des woord. Dank ook aan de minister voor het delen van de interpretatie. Mag ik die dan vervolgens zo interpreteren dat de minister heeft begrepen dat mijn inzet is om het meerouderschap vooral zo te compartimenteren dat we niet afkoersen op één heel groot complex Big Bang implementatietraject wat er, nou ja, waar ik dan een beetje bang voor ben, niet of niet snel van zal komen. Is dat ook de interpretatie die de minister heeft? De minister? Mevrouw de voorzitter, ik luister naar de vraag van het Kamerlid van Ginneken. En ik sta niet voor een Big Bang, ik sta voor dynamiek houden bij zo'n belangwekkend onderwerp. En dat hoopte ik in mijn interpretatie en mijn uitleg gegeven te hebben. Goedenavond iedereen, hartelijk welkom. U hoorde minister Frank Weerwind zeggen een dynamiek houding. Nou, ik weet niet of iemand weet wat dat is, ik weet het niet. Maar het laat in ieder geval zien dat op het moment dat er een motie wordt ingediend, een van de opstellers is hier vandaag, Ulysse Ellian, dat nog niet betekent dat de dag erna de wereld verandert. Maar wel dat er een hele hoop in beweging is. En daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom in de Bali, welkom bij deze avond. Georganiseerd door de Bali en Stichting Meer dan Gewenst. Mijn naam is Tim Wagemakers en ik leid u door deze avond, die tot 9:30 zal duren. Ook welkom aan de kijkers thuis, want op dit moment is er een miljoenen publiek live aan het meekijken vanuit alle windhoeken. Goedenavond, welkom. Vanuit alle windstreken in Nederland. En dat is ook wel belangrijk om te zeggen. De avond wordt altijd opgenomen, dus ook nog terug te kijken. Dus als je om 9:30 denkt, dit hadden meer mensen moeten zien nog, dan is dat de komende weken allemaal te delen. Dus doe dat dan ook vooral. Waar gaan we het dus over hebben? We gaan het hebben over meerouderschap. Gezinnen waar kinderen opgroeien met meer dan 2 ouders. En er is dus wetgeving in aantocht. Het komt namelijk steeds vaker voor dat kinderen opgroeien met meer dan 2 ouders. Maar voor de wet kan dat nog niet. Nou, de vraag is, waar lopen meeroudergezinnen in de praktijk tegenaan? Hoe moet wetgeving eruit komen zien? Waar leg je de grens? Waar niet? Wat kader je in? Wat wel? En uiteindelijk is natuurlijk het doel, hoe zorg je ervoor dat kinderen in een veilige, vrije, mooie omgeving opgroeien en dat ouders of mensen die ouder willen worden kunnen hun eigen wensen ook waar kunnen maken. Dat is uiteindelijk natuurlijk waarom we hier zijn. Dat mensen hun leven kunnen vormgeven op een manier dat ze liefde kunnen geven aan hun kinderen op wat voor manier dan ook. Het is een onderwerp waar we het dus over moeten hebben en waar veel over gezegd is al. En vanavond willen we eigenlijk aandacht vragen daarvoor, maar vooral ook voor de ervaring van meeroudergezinnen. En ook laten zien hoe een maatschappelijke ontwikkeling zich eigenlijk tot een wet vertaalt en die dan vervolgens weer effect heeft op mensen.
Want we zitten namelijk aan het begin van de kabinetsperiode. En in het regeerakkoord is er iets gezegd over meer ouderschap. En het is ook een periode dat er dus soms dingen opeens verder gebracht kunnen worden. Nou, dus laat vanavond een nieuw steentje in de vijver zijn. Of ik weet niet hoe je dat noemt. Een bal die van een berg afrolt en steeds groter wordt. Laten we daar met z'n allen verder aan werken. En dat gaan we doen vandaag met ervaringsdeskundigen. Eke Krijnen, Timo Huisterveld, Remco Koremans, Sarah Koster, Floris Rijkenberg. En met juristen, familierechten-expert Machteld Vonk, maar ook de politicus in ons midden van de VVD, Ulisse Elian, is een jurist. Dus we hebben ook twee juristen vanavond bij ons. En nou ja, ik ben ook heel blij dat u er bent. En misschien eerst even voordat we beginnen. U kunt uw hand opsteken. Wie in het publiek heeft hier op dit moment een meer ouder gezin? Oh, dit is aan één kant van de zaal. Dat is, dat is toevallig. Oh ja, ik zie u daar. Ja, ik zie u. Ja. En wie zou er een meer ouder gezin willen? Of wie... Ja, ik zie daar een hand omgaan. Misschien, Lola, kunnen we naar één iemand toelopen die een meer ouder gezin zou willen. Er is een microfoon. Nu durft natuurlijk niemand zijn hand meer op te steken van net. Ja, dat zou kunnen is. Ja, ik zie daar toch een... Hallo, goedenavond. Hi. Vertel, oké. Okay. Ja, het is niet iets wat nu meteen voor de deur staat, maar het is wel iets, ja, het kan niet zomaar gebeuren. Dus wel iets waar ik me op oriënteer. En zeker dus ook als, ja, ik ben niet iemand die per se mijn DNA hoeft door te geven. Maar ja, dan voor de wet ben je dan wel, sta je een beetje buiten spel. Ja. Dus dat is wel de problematiek waar je tegenaan loopt. Ja, dus terwijl je oriënteert, denk je eigenlijk al van, het wordt al wel heel lastig, zelfs als ik die keuzes zou maken, gewoon... praktisch, juridisch, maar ook feitelijk wat dat dan betekent ten opzichte van een eventueel kindje. Ja, precies. Ja, ja. Waar hoop je op vanavond misschien? Want je bent hier nu naartoe gekomen. Ja, een beetje duidelijkheid, hoop. Meer informatie en kijken hoe we verder kunnen. Ja, heel goed. Aan de andere kant zaten alle mensen die een meer ouder gezin hebben. Misschien als iemand zijn hand nog op wil steken, zou dat heel fijn zijn, want dan kan ik dit gesprek verder brengen. Is er iemand die zo... Ja, goedenavond, hallo. Gewoon nummer 1. Kunt u me iets vertellen over uw gezinssituatie? Hoeft niet, hè? We zijn hier onder elkaar, maar toch? Ja, ik heb met onder andere Jolen en haar vrouw twee zoons. En mijn man heeft met een goede vriendin van hem een tweeling. Dus ik heb samen met mijn man 4 kinderen. Ja. En vanavond bent u hier naartoe, want dat klinkt... Het gaat goed. Ja, er is heel veel liefde in het gezin. Ja, het gaat ontzettend goed. Ja. Ja, en toch denkt u, ik kom naar een avond over meer ouderschap. Ja, omdat... Met dit weer buiten, zeg maar. Waarom denkt u, het is toch belangrijk dat we dit verder brengen? Nou, omdat ik... omdat zij dus de moeders van mijn zoon zijn getrouwd. Ja. Wat dus inhoudt dat voor de wet de kinderen... De juridische ouders zijn van de kinderen... Terwijl ik natuurlijk ook mijn DNA heb doorgegeven, dus eigenlijk ook DNA-technisch de vader ben. Maar juridisch gezien heb ik 0 rechten. Ja. Dus stel, en dat willen ze natuurlijk niet, maar stel de moeders willen met de kinderen weg en die willen allemaal dingen ondernemen en ik ben het er niet mee eens, dan heb ik juridisch gezien helemaal niks in de melk te brokkelen. Ja. En dat vind ik toch best raar. Ja. En ik vind het ook best raar dat in een constructie waarbij er in ons geval 4 ouders zijn die ontzettend veel van hun kind houden. Dat de twee moeders degene zijn die dan de rechten hebben en de vaders daarin aan het kort zijn trekken. Ja. Even gechargeerd natuurlijk. Ja. En waar hoop je op vanavond? Nou, ik wil eigenlijk gewoon meer inzicht krijgen in de wetgeving over wat er over gedacht wordt, wat er over gezegd wordt. Het is gewoon heel oriënterend. Ik vind het gewoon een heel interessant onderwerp. Ja. Fijn dat je er bent. Welkom. Ja. Er was hier een groepje, Lola, hiervoor. En daar zaten al mensen die nergens hun hand bij opstaken. Dus eigenlijk ben ik ook wel benieuwd. Misschien... ik zie een meneer heel aardig naar mij kijken. Ja. Ik dacht al, kijk wel. Ja. Ik heb een microfoon onder mijn neus geduwd. Ja. Waarom ik hier zit, is de vraag. Ja. Ik ben heel geïnteresseerd in het onderwerp. Politiek betrokken ook. En ik ben hier vooral om heel veel argumenten te horen. Ja. Eigenlijk vooral voor argumenten natuurlijk. Ja. Maar om de discussie gewoon beter te leren kennen. Ja, en je bent politiek betrokken op wat voor manier? Ik ben lid van een politieke partij. Oh ja. Dus dat. Ja, nou misschien horen we later nog welke partij. We gaan straks ook wel het publiek in. Maar laten we vooral ook... ik ben hartstikke blij dat u er allemaal bent. En laten we vooral ook snel beginnen. Want om toch nog iets meer te duiden... wat zijn nou de ervaringen van mensen waar ze tegenaan lopen? U vertelde net al, hè, eigenlijk dat het toch soms als een soort...
ja, klinkt wel heel zwaar, zwaard van Damocles boven je hangt. Op het moment dat er iets gebeurt, dan opeens ben je er niet meer bij, mag je niet meer beslissen, sta je daar alleen in. Om je mee te nemen in de ervaring van meerouderengezin hebben we drie mensen eigenlijk, gevraagd, die heel veel hiervan weten, een gesprek met elkaar te voeren hier in de zaal, waarin naar voren komen waar zij tegenaan lopen. We hebben Remco Jitsa Koremans, voorzitter van Stichting Meer dan Gewenst. Die mag daar gaan staan, geef hem een warm applaus. En daar mogen gaan staan Eke Krijnen en Timo Huistenveld, die zelf een meerouder gezin hebben. En we hebben ze, geef ze een warm applaus, ja. En we hebben ze gevraagd om eigenlijk met ons te delen waar zij het over zouden hebben als ze met elkaar in gesprek zouden gaan. Dus ik weet niet bij wie ik mag beginnen, maar the floor is yours, zou ik zeggen. Ja. Oh, kijk. Ik ben Remco Jitsa Koremans en ik begin gelijk met een disclaimer. Want het gezin dat jullie hier zien, met mijzelf en ook hierachter, dat is mijn gezin. Dat is een belachelijk ouderwets gezin natuurlijk, want het is een jongetje en een meisje en twee ouders. Dus je zou kunnen vragen, wat doe ik hier? Ik heb geen meerouder gezin. We hebben wel twee vaders, dus het is een regenbooggezin. Nou, dat kan ik uitleggen. Waar we vanavond over gaan hebben, dat is eigenlijk voornamelijk juridisch ouderschap en gezag. En voor de meeste Nederlanders is dat een ver van je bed show. Die nemen aan dat dat wel goed zit. Bij regenbooggezin is dat niet het geval. En zo ervaarde ik ook, samen met mijn man, hebben wij twee kinderen, waarvan de oudste, Tom, inmiddels bijna 11 is. Maar we hebben heel lang in het buitenland gewoond. En toen Tom geboren werd, woonden we in Israël, het land van mijn man. En toen kwamen we in Nederland aan in 2017. En toen bleek dat ons juridisch ouderschap en gezag hier niet werd overgenomen. En dat heeft mij geïnspireerd om in te zetten voor alle kinderen in regenbooggezinnen en de ouders die hetzelfde meemaken, onder andere meeroudergezinnen. Die spreek ik dagelijks en ik spreek dagelijks met juristen en met politici. En voor het eerst zitten die samen in één zaal, dus dank u wel Bali. Maar Timo en Eke, fijn dat jullie hier zijn. Dus jullie hebben wel een meeroudergezin. Dus ik zou eigenlijk aan jullie willen vragen, hoe is dat zo gekomen en hoe ziet dat eruit? Nou ja, Timo en ik, wij kennen elkaar al sinds 2005. Volgens mij het eerste jaar in elk geval van mijn studie. Jij was mijn tweede jaar. Je tweede jaar. En we wilden graag kinderen. Dat was heel lang een beetje een grap dat we kinderen wilden. We wilden het wel, maar ook weer niet. Tot we het wel wilden en het serieuzer werd. En ik ontmoette mijn vrouw die ook heel graag kinderen wilde. En toen zijn we op een gegeven moment serieus om de tafel gaan zitten en hebben we een plan gemaakt. Of tenminste eerst, ja, het werd al gauw eigenlijk echt een plan. En hoe de situatie nu is, is dat we allebei in Amsterdam-Noord wonen. Onze huizen liggen 200 meter van elkaar. De kinderen zijn het grootste deel van de tijd bij mij en mijn vrouw. En een deel van de tijd bij mij? Bij jou. Ja. Dat is hoe het is. En juridisch gezien is onze situatie als volgt. We hebben ons van tevoren laten adviseren. We zijn ook naar een bijeenkomst van Meer dan Gewenst geweest. Zo hebben we die stichting leren kennen. En we hebben ons laten adviseren door een notaris. Uitgelegd wat wij voor ogen hadden en hoe we dachten, wat is dan de beste manier om dat te realiseren? We wisten dat meer ouderschap, dus gelijkwaardig ouderschap, wat we eigenlijk zouden willen, er niet in zat. Maar hoe konden we daar dichtbij komen? En toen werd geadviseerd dat dan de barende moeder wordt volgens de wet automatisch moeder, als moeder aangemerkt. Heb je een vader, die kan ook automatisch als vader worden aangemerkt. We hebben ervoor gekozen dat ik afstand heb gedaan van de kinderen, zodat de niet-barende moeder dan de kinderen kon adopteren. En dat betekende, wat die meneer net ook al zei in het publiek, dat je in eerste instantie als vader met weinig rechten staat. Maar je kan wel door familieleven op de family life op te bouwen, heet dat, door te zorgen dat je de kinderen veel ziet, dat ze bij jou zijn, bouw je op den duur family life op, heet dat. Dan heb je in ieder geval iets om op terug te vallen, mocht het ooit tot een rechtszaak of weet ik veel wat komen. Waarschijnlijk niet, maar het is goed omdat. Dus dat is de situatie zoals die is en die veel voorkomt. Er zijn andere alternatieve vormen denkbaar, maar dat is voor ons hoe het eruit ziet. Ja, en mag ik jullie vragen, waar lopen jullie nou dagelijks tegenaan? Ik heb een eigen ervaring. Mijn kinderen zijn overigens geboren dankzij geweldige draagmoeders. Maar er is een parallel, want ook wij hadden geen gezag en geen juridisch ouderschap. Wat jij ook ervaart, specifiek jij Timo op dit moment. Zijn er dingen die waar je dagelijks tegenaan loopt? Dingen waar je zorgen over maakt op de lange termijn?
Ja, er zijn een aantal dingen. Dat zijn meer de praktische dingen waar je aan kan denken. We hebben ze nog niet zozeer ervaren als in dat het meer een zorg is dat we ze ooit zouden kunnen ervaren. Ik heb geen medisch zeggenschap over de kinderen. Ik kan geen besluiten nemen mocht er ooit een noodsituatie zijn. En de moeders zijn er niet of die zijn in het buitenland of in ieder geval niet beschikbaar. Nou ja, dan kan ik niet zoveel doen. Dan sta ik in wezen zonder gezag en zonder ja, dan kan ik niet handelen. Je kan ook scholen hebben die moeilijk doen over dat je bij een meer oudergesprek wil zijn. Een twee-oudergesprek. Sorry, wat zei ik? Ja, meer oudergesprek. Sorry, ik zit zo... Ja. En ook dingen als in als ik mijn kinderen geld wil schenken, wat ouders wel eens doen aan hun kinderen, een gift, of zodat ze een huis kunnen kopen of een studie kunnen betalen. Dat kan ik niet belastingvrij doen, terwijl normaal... Ja. Andere ouders dat wel kunnen. Ja, en wat dus heel veel van die situaties, wat vaak denk ik tegenstanders zeggen, is: maar je kan je leven toch gewoon leiden zoals je het doet. Je kunt het gewoon vormgeven. En inderdaad, in ons eigen eilandje, ik zei al Amsterdam-Noord, wij kunnen daar prima omheen fietsen, meestal. Maar ik vind het een heel onprettig en best toch ook wel beangstigend idee dat er een situatie kan komen. Bijvoorbeeld zo'n ziekenhuissituatie, dat er acuut beslissingen moeten genomen worden en de juridische ouder is. Zijn niet in de buurt, dus mijn vrouw en ik, en dat Timo dat dan niet mag doen. Ik vind dat alleen al het idee, vind ik in het hier en nu, veel te wankel. En dat is iets wat niet zou moeten kunnen. Dit moet gewoon gefixt worden. Dat is geen fictief scenario overigens, want dat soort dingen gebeurt wel met andere gezinnen. Precies. Inderdaad. Wat ik me afvraag, en misschien is het omdat ik zo lang in het buitenland gewoond heb, maar kijk, een groot punt waar we het vanavond over gaan hebben, wellicht, hoop ik, is waarom heeft het allemaal zo lang geduurd? Hè? Want er wordt al zo lang gesproken over meer ouderschapswet. De staatscommissie die 6 jaar geleden een rapport heeft uitgebracht. Waarom duurt het zo lang? En ik kijk soms wel eens en ik denk, misschien zijn we gewoon niet activistisch genoeg in dit land, sowieso niet. Maar misschien zijn wij ouders ook soms te netjes. En moeten we eigenlijk eens boos worden om de pijnpunten bloot te leggen? Hoe zien jullie dat? En krijgen jullie veel steun uit de omgeving? Of zijn jullie ook nette mensen, zoals iedereen? Nou, ik denk dat we wel activistisch zijn. Die betrek ik zeker niet op mezelf. Ik denk dat we ons best wel hebben laten horen de afgelopen jaren. En maar ik denk dat er heerst iets over, als we het hebben over homo-emancipatie, op het moment dat je niet in elkaar geslagen wordt op straat, dan moet je eigenlijk niet te veel klagen. Dus ik denk dat dat één van de dingen is die een rol speelt. Maar dit is gewoon nog niet goed genoeg. En we merken eigenlijk ook dat waar je tegen opneemt, zijn een soort hardnekkige, diepgewortelde ideeën over ouderschap die gewoon mensen hebben. En ook de mensen met de beste bedoelingen, vrienden van ons of zelfs soms grootouders of familie, kunnen net iets zeggen dat je denkt, oei, dit komt bij ons pijnlijk binnen. Allemaal vast goed bedoeld, maar daaruit blijkt dan hoe diep geworteld bepaalde ideeën over dat een kind twee ouders moet hebben of dat een van de ouders toch een vaderrol moet vervullen en de andere een moederrol. Of er zitten allerlei ideeën veel dieper in mensen dan ze zelf misschien beseffen. En eigenlijk ben je daar vooral tegen aan het vechten, omdat langzamerhand dat een beetje te doen kantelen. En dat is volgens mij ook gewoon een lange adem. Dus het is niet, ik weet niet of we ons niet boos genoeg maken. Ik denk dat we vooral heel veel geduld moeten hebben, hoe moeilijk dat ook is. En beetje bij beetje, stapje voor stapje, komen we ergens, denk ik. Ja, dankjewel. Nou, ik hoop dat we vanavond antwoorden gaan krijgen op die prangende vraag wanneer deze wet er eindelijk komt. Dankjewel. Dank jullie wel. Geef ze een warm applaus. En meng je ook vooral nog in het gesprek zometeen of bij de vragen als je denkt, ik wil hier toch nog iets aan toevoegen. Dank jullie wel voor jullie mooie persoonlijke bijdrage. Laten we snel onze panelleden naar voren gaan halen. En dan vraag ik graag naar voren, geef ze een warm applaus, Sarah Koster, Machteld Vonk en Ulisse Elian. Ja, hartelijk welkom allemaal. We hebben denk ik al vanuit het publiek, maar ook wat we net hoorden, al een paar dingen gehoord waarom, nou ja, ik wilde bijna een enorm cliché gaan zeggen, waarom het is een heel juridisch gesprek in zekere zin, maar het is ook een super persoonlijk gesprek. Het gaat namelijk over hoe verhoud je je tot kinderen, wat mag je wel en niet beslissen, hoe zet je je liefde om zonder dat je in een soort gejuridiseerde werkelijkheid je bevindt of dreigt te bevinden. Sarah Koster, zelf ook een meerouder gezin. Kinderwenscoach. Ik hoorde Remco net zeggen, misschien kunnen we wat activistischer zijn. Volgens mij ben jij vrij activistisch. Bestuurslid ook bij Meer dan Gewenst. We zitten hier nu, dit soort gesprekken voer jij vaker. Als jij nou aan mij zou moeten zeggen, waar staan we nu in dit gesprek? Want mensen zeggen, het duurt zo lang. Waarom is het niet eerder geregeld? Waar staan wij nu
in Nederland? Want er is wel wat in beweging. Hoe zou jij dat duiden? Ja, ik denk sowieso dat wetgeving komt altijd achter de gezinsvorming aan. Dus het is niet gek dat als de gezinnen beginnen te ontstaan, die nieuwe vormen, dat het dan even duurt voordat de wetgeving er komt. Ik kon mijn kinderen eerst al niet uitleggen. Hoeveel kinderen heb je? We hebben twee kinderen met z'n drieën. Ik co-ouder met een mannenstel. En dan heb je dus dat één vader. We moesten kiezen welke vader is officieel geen familie van het kind. En ik wil ook nog even benadrukken, het gaat ons niet om de rechten die wij hebben, maar we willen onze zorgplicht naar de kinderen kunnen vervullen. Ja. En dat kan dus niet als je daar juridisch dat niet kan. Maar ik kon ze dat eerst al niet uitleggen. Dus je ene papa is wel echt je papa. Hij verschoont je luiers en nu heeft hij de code van je schermtijd. Maar volgens de wet is hij dat niet. Volgens Apple trouwens wel, maar volgens de wet niet. Dat kon ik al niet uitleggen. Nou, dan komt er een staatscommissie en daar hebben 10 mensen, echt niet tenminste, 2,5 jaar onderzoek gedaan. Daar komt dit prachtige rapport uit. Ja, dat was in 2016 was dat. Ja. Ja, 7 jaar geleden. Dan wordt het nu een beetje lastig om uit te leggen dat dat rapport er is. Er is een heel goed advies uitgekomen. En vervolgens blijft dat liggen. En dat is dan nog lastiger uit te leggen. Ja, ja. Ulisse Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD, jurist ook. Ik zat te denken, misschien voordat we richting de motie gaan en zo, ik zat te denken, als Tweede Kamerlid, nou, de VVD is een vrij grote partij, dus dan kun je je met iets meer onderwerpen bezighouden, maar toch, binnen al deze dossiers die je op kunt pakken, waarom vond jij het belangrijk om deze motie in te dienen? En dat bedoel ik eigenlijk persoonlijk, want er zijn zoveel onderwerpen waar je je toe kunt verhouden. En jij hebt ervoor gekozen om onder meer met Lisa van Ginneken deze motie in te dienen, de wetgeving moet gaan regelen. De motie is iets aangepast, maar daar ga ik zo meteen kan ik dat toelichten. Dan kan ik ook wel iets zeggen misschien over waarom dit soort wetgeving lang duurt. Waarom? Kijk, je hebt in de Tweede Kamer het fenomeen van commissiedebatten. En dat gaat per onderwerp en daar heb je er heel veel van. En kijk, je kunt twee dingen doen als Kamerlid. Je kunt een heleboel punten adresseren, je kunt een detail adresseren. Of je zoomt even uit en je denkt even na, wat denk ik dat nou echt verschil gaat maken? Wat is echt iets wat echt belangrijk is? Nou, dat is een afweging, die kan voor elk Kamerlid anders uitpakken. Maar ik ben woordvoerder familierecht dus en ik constateerde, ja, dit ligt wel enige tijd op de plank al. Ja. Dus dit is iets waar je, als je wilt, verschil kunt maken. En op zich, als een, ik heb niet het hele, ik hoop dat jullie me dat vergeven, ik heb niet de hele pil gelezen. Maar ja, kijk, als 10 toch gezaghebbende mensen tot de conclusie komen dat je iets zou moeten regelen en het gebeurt niet. En ik zal ook eerlijk zijn, ik was zelf, toen ik voor het eerst dit fenomeen, het fenomeen van meer ouderschap, tot me. Ik was een beetje, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht in het begin ook, ja, moet dat, allemaal moeilijk. Totdat ik het rapport goed las en toen ik las ook, nou, dat is wel heel behoorlijk, dat is echt heel stevig vormgegeven. En toen sprak ik, heb diverse mensen ook gesproken, en toen dacht ik, nou, als Kamerlid moet je ook kijken naar een groep, eigenlijk tegen je zegt, ja, wij zijn, dat klinkt heel gek, maar ongeregeld, onze situatie is ongeregeld. Een beetje lang antwoord, maar dat is waarom ik dacht, nou, met Lisa, dit is toch wel goed om in ieder geval even de aandacht op te vestigen. Want als je niet doet, dan gebeurt er sowieso niks. En misschien even, want straks gaan we echt wat dieper op in hoe dat verder. Nee, dat geeft niet, maar december 2016, staatscommissie. Maart 2017, lijsttrekkers ondertekenen het regenbusstemakkoord van het COC. Staat in, komt er meer ouderschapswet. Maart 2021, het CDA, die toen niet meetekende, tekent ook mee met een regenboogakkoord. December 2021 opgenomen het coalitieakkoord. Mei 2022, jullie dienen een motie in. Gewoon even een kleine disclaimer. Betekent dit, denk je, dat we nu binnen 1 jaar, 2 jaar dit geregeld kunnen hebben? Nee, dat is gewoon het eerlijke. Ik hou er niet van om met mail in de mond te praten. Nee, het eerlijke antwoord is nee. Dat heeft denk ik ook een beetje, kijk, ik mag dit nu een jaar doen. En met dit bedoel ik het hele mooie ambt van Kamerlid. Maar dit soort wetswijzigingen. Ik zoek even naar. Voor heel veel mensen is het denk ik ook wel een beetje ver van mijn bedshow.
En dan zijn het lastige wetgevingstrajecten. Dat maakt ook dat iedereen, zeg maar, de urgentie hierbij voelen is, dat is best. Ja. Dat moet je kunnen. Ik vond dat Lisa dat ook heel goed deed in de Kamer. Ja. Je moet dat. En ik denk niet dat het binnen 2 jaar geregeld is. De eerlijkheid gebied ook, omdat het wel niet heel eenvoudig is. Maar sommige onderwerpen hebben een wat lange adem. Dan hoor ik eigenlijk 2 dingen die ik meeneem. Aan de ene kant dus urgentie vragen om te zorgen dat het bespoedigd wordt. En tweede is meteen ook nadenken, wat doen we in de tussentijd op het moment dat bijvoorbeeld er een medische situatie is en gezinnen op dit moment, hè, kunnen we daar nog misschien iets in regelen? Dat is dan ook nog een vraag. Dat een terechte vraag is overigens ook een vraag die speelt bijvoorbeeld bij stiefouders. Hè? Ja, die hebben in principe ook juridisch geen enkele positie. Ja, ja. We doen het openingsrondje. Machteld Vonk, gespecialiseerd in familierecht, werkzaam aan de VU. Raadsheer plaatsvervanger in het Hof Den Haag. U was hoogleraar in Antwerpen en heeft daar een oratie geschreven. Nou, dat past heel goed bij deze avond. Hoeveel ouders mag, kan, en die vond ik wel leuk, en wil je hebben? Vond ik ook nog een interessante vraag. Maar je hebt ook onderzoek gedaan in British Columbia, in Canada, naar meer ouderschap. En daar is al wetgeving naar meer ouderschap. Als je dan naar de Nederlandse situatie kijkt, hoe verhouden wij ons daartoe? Want Ulisse zei eigenlijk, zijn we hier een beetje een ongeregelde groep. Ja, daar is sinds 2013 wetgeving. Ja. Dat heeft helemaal niet zoveel voeten in de aarde gehad. Ik heb onderzoek gedaan voor de staatscommissie in British Columbia. Juist ook naar hoe werd er maatschappelijk op gereageerd. Hoe is dat allemaal, dat wetgevingsproces, tot stand gekomen. Er is heel weinig discussie over geweest. Het was eigenlijk vrij snel duidelijk, dit moeten we gaan regelen. Ja. En wat daar de gevolgen verder van zijn, dat is verder gewoon geregeld. Dus dat is een veel minder grote discussie geweest dan dat het hier is. Ja. En hoe is het daar geregeld? Want bijvoorbeeld hier is er ook nog wel binnen de aanbevelingen gezegd, het moet gaan om 2 huishoudens. Is dat in Canada ook, dat het gelimiteerd is tot 2 huishoudens? Nee, wel 3, maximaal 4 ouders, in ieder geval in British Columbia. En ja, je maakt een overeenkomst met elkaar en die leg je voor op het moment dat je de geboorte aangeeft, en dan is ouderschap geregeld. Ja. Dus dat is een totaal andere manier dan dat de staatscommissie heeft voorgesteld. Tenminste, het lijkt er wel een beetje op, maar wat er in Nederland is voorgesteld heeft veel meer voeten in de aarde. Ja. Misschien dan toch, als jij naar Canada kijkt, want daar is die wetgeving al, is er iets, hè, terwijl mensen in enthousiasme zeggen, we moeten dit ook gaan regelen, waarvan je zegt, daar moeten we wel voor oppassen. Want ik zie dat daar toch wel misschien ook neveneffecten zijn die ze niet voorzien hadden, maar die toch vervelend uitpakken. Ja, eigenlijk weten we dat nog niet. Er zijn niet heel veel meer oudergezinnen in British Columbia die daar gebruik van hebben gemaakt. Dat betekent niet dat ze er niet zijn, maar die niet, nog niet heel veel gezinnen die gebruik hebben gemaakt van die wetgeving. Dus daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Dat is natuurlijk wel iets om goed in de gaten te houden, te bekijken. Maar zo 1, 2, 3... Nee. Denk ik wel, wat een belangrijke vraag is, maar daar komen we denk ik later ook op terug als we het hebben over de staatscommissie. Hè. Dus bijvoorbeeld, wil je een rechter hebben die iets toetst of niet? Dat heb je in Canada niet. En dat heeft de staatscommissie wel voorgesteld. Is daar eigenlijk een goede reden voor om dat in Nederland in te voeren of niet? Ja. Sarah, hebben we eigenlijk een idee om hoeveel mensen het gaat in Nederland? Nee, want deze gezinsvorm bestaat niet officieel. Dus we hebben daar geen cijfers van. Wel zien we bij meer dan gewenst dat we 1200 wensouders per jaar bij ons op informatiebijeenkomsten komen. En we organiseren ook speeddates waar mensen elkaar kunnen leren kennen die deze gezinsvorm willen. En die zijn gewoon enorm goed bezocht. Even kanttekening, dat betekent niet dat je speed een kind gaat maken. Maar ja, dat is een goede kant. Je moet heel snel beslissen, wil ik jouw mailadres of niet? En dan begint het pas. Maar dus we zien wel dat het er een heleboel zijn. En als een gezin eenmaal bestaat, dan blijft het bestaan. Dus het groeit wel enorm. Ja. Maar je wil uiteindelijk, en dat is ook wat de staatscommissie zei, je wil uitgaan van het belang van het kind. En er zijn dus kinderen die in deze gezinnen opgroeien. En je wil gewoon dat hun ouders net zo goed voor hun kunnen zorgen als de ouders in traditionele gezinsvormen. Ja. Misschien voordat we die wetgeving induiken, dan toch even, wat moet eigenlijk aan de basis liggen van hoe we hier überhaupt te komen? Want uiteindelijk gaat het om waarden en gaat het om wat vinden. Want het normatieve zit er natuurlijk wel in. Want als je het juridisch vastlegt, zeg je iets over wat vinden wij als overheid. Wenselijk is misschien te zwaar. Maar in ieder geval, wat willen wij als overheid wel en niet regelen? Bijvoorbeeld, ook in die staatscommissie zit een beperkende factor in. Bijvoorbeeld die 2 huishoudens, maximaal 4. Als het aan jou ligt, wat zou de waarde moeten zijn die in die wetgeving plaats krijgt?
Nou, ik ben heel blij met het rapport van de Staatscommissie. En om maar wat te noemen, het gaat om een intentioneel co-ouderschap. Dus wat je vooraf zo besloten hebt. En er zijn twee stappen die je vooraf moet nemen voor de conceptie. Mm. En daar kijkt dan een bijzonder curator namens het nog niet verwekte kind mee. En dat zijn gewoon hele belangrijke factoren. Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar, Ulisse? Want het is ook een politieke act waarmee je zegt wat een gezin is in Nederland. Zeker. En net hoorde ik ook, ja, daar leven heel traditionele beelden zijn daar nog van. Ja. En ik denk dat dat ook maakt dat dit een onderwerp is van lange adem. En ik denk dat ik het iets meer benader van, dat komt ook, je vroeg net persoonlijk, ja, ik ben stiefouder. Ja, dat ik voel me moreel heel wat. Ik hoop dat de jongens me ook zo zien, maar juridisch ben ik niks. Ja. Gewoon letterlijk niks. En dan ben ik ook nog jurist, wat vervelend, want dan snap je ook nog waarom. Dus ik kan me goed voorstellen dat als je wel, en met moreel bedoel ik, jij bent degene die zorgt voor iemand. En dat doe je met liefde en dat vind je belangrijk. Alleen ja, als je dan niet soms zelfs een eenvoudige beslissing kan nemen, dat heeft normatief ook iets geks. Ja. Dus ik vind de vraag heel terecht, moet je daar niet iets mee? En wat Sarah zegt, ja, zoals de Staatscommissie dat potentieel heeft vormgegeven. Dat het heeft mij overtuigd. Ik dacht, ja, als je dit echt graag wil, dan wordt dat heel goed. Dan zijn er echt heel veel waarborgen. En ik geloof ook, als je dit wil, dan heb je daar goed over nagedacht. Ja, het is alleen even de vraag, hoe krijg je dat dan vervolgens in de wet geregeld? Ja. Laatste, misschien als je het breder trekt. Ik hoorde net iemand al zeggen, nou ja, voor Apple maakt het in ieder geval niet uit. En voor de overheid wel. Als we nou dit gesprek over meer ouderschap hebben, hoe kijken we dan naar de rest van de samenleving, naar andere plekken waar je als ouders terechtkomt? Is het daar beter geregeld? Zijn daar meer mogelijkheden? Is het vooral het juridisch wat bij de overheid ligt? Want ja, je gaat ook naar school toe, je moet ook naar zwemles. Dat zijn allemaal plekken waar je continu geconfronteerd wordt met de vraag, wie zijn de ouders van dit kindje? Hoe doe je het? En soms mogen dingen wel, soms niet. Ja, precies. Je bedoelt, zijn er meer van dat soort? Of geldt dat voor meer? Loopt het juridische achter op hoe eigenlijk andere organisaties in Nederland ermee omgaan? Ja, andere organisaties moeten, denk ik wel. Hè. Ik denk dat heel veel. Het is denk ik precies wat net ook gezegd wordt. In de praktijk pas je er, als je geluk hebt, met elkaar een mouw aan, hè, dan heb je een school die bereid is om 3 of 4 ouders op een gesprek te ontvangen. Of je hebt, ik bedoel, dat blijkt uit interviews die er uit onderzoek gedaan zijn, ja, dat mensen er een mouw aan weten te passen. Ja. Als je welwillende instanties tegenkomt. Maar als je die niet tegenkomt, dan valt er geen mouw aan te passen. Ja, ja, dan moet je iets regelen. Dus, ja, ja, om maar wat te noemen, qua arbeidsvoorwaarden heb je dus ook geen recht op verlof. Nee. Want je bent niet de officiële ouder. En wij geven als Meer dan Gewenst nu allemaal bijeenkomsten, webinars aan bedrijven. En sorry, Den Haag wordt dan links en rechts ingehaald door bedrijven die zeggen, ja, maar wij willen gewoon dat onze werknemer die feitelijk vader wordt ook gewoon echt voor zijn kind kan zorgen. Dus wij geven verlof uit eigen zak. Mm. En dat zijn steeds meer bedrijven die dat doen. En die bijeenkomsten, die webinars worden ook enorm goed bezocht. Ook door internationale bedrijven die dat allemaal oppakken. Dus daar wordt van alles gedaan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld in je formuleringen en in je formulieren ontbreekt er van alles. Een formulier waarop staat wie is de vader, wie is de moeder. Nou, wat zou je zeggen van ouder 1 tot en met ouder 4. Ja. En daar valt nog een heleboel winst te behalen. En we geven ook nascholingen aan allerlei beroepsgroepen. Want eigenlijk iedere beroepsgroep die te maken krijgt met gezinnen, krijgt te maken met het feit dat dingen aan het veranderen zijn. Je hebt nu andere gezinsvormen. Dus we noemen het ook niet modern families, want er is niks moderns aan. We willen niet iets moderns zijn, maar we zijn gewoon, ja, andere gezinsvormen. En daar moet je gewoon als samenleving aan wennen. Ja. En dat geldt heel breed. En dat is denk ik ook goed om dat in de breedte te bekijken. Want dat geldt ook voor enorme grote groepen ouders die stiefouder zijn. Dus het is, en die zitten misschien, hè, die zijn op een andere manier bij een gezin betrokken geraakt of bij een kind. Op een ander moment. Maar die lopen wel ook tegen dezelfde problemen aan. Dat betekent niet dat je per se exact dezelfde oplossing moet gaan zoeken. Maar wel, er zijn heel veel kinderen die meer dan 2 ouders hebben. Dus ja. Op wat voor manier dan ook. Ja. Sarah, heb je het idee dat
Want je hebt een meer ouder gezin. Heb je het idee, want eigenlijk zeg je dus ja, kijk, je wordt continu. Kijk, je wil helemaal niet de hele tijd een meer ouder gezin noemen. Je bent gewoon een gezin met kindjes. Maar heb je het idee dat je meer en meer wordt teruggeworpen eigenlijk op dat je daarmee bezig bent? Of heb je het idee dat het maatschappelijk gezien wel makkelijker wordt de laatste jaren? Want als je elke keer bij elk formuliertje continu wordt herinnerd aan, of heb je het idee dat dat wel minder aan het worden is, dat daar een kanteling zit? Nou, ik denk wel dat je minder uit hoeft te leggen. Wij waren echt aan het pionieren. Dus dan vroegen mensen nog of ik draagmoeder was geweest, of de vader, donor. Totaal verbaasd dat er 3 stoelen bij de gynaecoloog tevoorschijn gehaald moeten worden. Dat, weet je, naarmate er meer gezinnen komen, raken mensen er meer aan gewend. Dat verandert inderdaad wel. Maar iedere formaliteit blijft een potentieel probleem. Ja. Ja, ja. We gaan het zo hebben over... Ik zit het die vooruit te pushen. We gaan het zo echt hebben over die staatscommissie en de wetgeving. Maar ik wil eigenlijk eerst nog even één perspectief aan bod laten dat we nog niet gehoord hebben. En daarom wil ik graag naar voren vragen. Floris Rijkenberg, hij is ook van een meer ouder gezin, maar dan vanuit het perspectief van een kind. Geef me een warm applaus. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, ik hoorde dat jij best wel lang hier vaak over praten en er veel mee bezig was, maar eigenlijk steeds minder. Of in ieder geval minder als je het over vertelt in settings als dit. Oh nee, niet per se. Oh. Ik weet het eigenlijk altijd als ik gevraagd word, kom ik graag. Altijd als je gevraagd wordt, kom je gewoon gezellig. Ja, 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 zeker. Ik vind het een belangrijk onderwerp en ik draag graag mijn steentje bij om kennis te vergroten bij mensen die er niks van weten en om te helpen, zeg maar, om het steeds beter te maken. Ja. Meer oude gezinnen en ja, LHBT, ja, gewoon eigenlijk alles omtrent dat onderwerp. Kun je iets meer vertellen over jullie meer ouder gezin? Ja, ik ben opgegroeid samen met mijn broertje in een gezin met 2 vaders en 2 moeders. En ook na mijn tweede levensjaar zijn we met z'n allen in een huis gaan wonen. Dus dat was heel gezellig. En dat ging eigenlijk heel goed. En ik heb een hele fijne jeugd gehad. Waarbij mijn ouders heel hard hebben gewerkt om alle nadelen die jullie vertellen totaal niet merkbaar te maken aan mij en mijn broertje. Want dit onderwerp werd me eigenlijk pas ter attentie gebracht toen iemand dit vertelde toen ik 20 was. Ja. En toen kwam ik naar mijn ouders, toen zei ik, oh, maar zijn jullie, zeg maar, wettelijk, kunnen jullie helemaal niet alle 4 mijn ouders zijn? En toen hadden we dat gesprek eigenlijk pas. Ik vind het altijd wel weer bijzonder hoe vaak ik het over heb, hoe veel mijn ouders hebben gedaan om ons zo, zeg maar, ja, normaal mogelijk gewoon te laten opgroeien. Dat bedoel ik niet in de zin van dat het 4 ouders zijn, maar in de zin van alle dingen waar zij tegenaan liepen. Hmm. Daar hebben mijn broertje en ik nooit iets van gemerkt. Nee, dat was voor jullie helemaal geen ding toen je was. Nee, ze hebben dat echt soort van gehad van, weet je, dat is gewoon iets wat zij hebben geregeld voor ons. Ja. Dus dat was heel fijn, maar ik kan, zeg maar, hoe ouder ik nu word, ik kan me ook voorstellen dat het heel zwaar wel is geweest voor hun. En het eigenlijk allemaal veel makkelijker zou kunnen. Ja. Op zich. Maar betekent het ook dat jij, want toen jullie 20 dat gesprek hadden, dat je ook anders misschien dingen bent gaan zien? Nou ja, kijk, wat altijd mijn verhaal was inderdaad, als iemand aan mij vroeg, want ook vooral nu is dat steeds minder, met acceptatie en zo. Alleen in mijn jeugd heb ik heel vaak moeten vertellen dat ik 4 ouders had. En dan was altijd de vraag, maar wie zijn dan je echte ouders? En dan was het mijn antwoord, ik heb 4 echte ouders. Je kan vragen wie biologisch mijn vader is en mijn moeder, maar het zijn alle 4 evenveel mijn echte ouders. En toen ik dat gesprek had met iemand dat het dus wettelijk niet zo was, voelde dat, en dat was wel een beetje verbazingwekkend, want ik dacht, oh, dat maakt allemaal niet uit, het gaat om hoe ik me voel tegenover mijn ouders, voelde dat toch wel vervelend, omdat het soort van iemand anders vertelt jou dus dat er 2, nou, het maakt niet uit hoeveel mensen het zijn, mensen die jij ziet als jouw echte ouders, niet jouw echte ouders mogen zijn. Ja. En dat raakte me wel heel erg. Ja. Ja, hoe persoonlijk wil je het hebben? Ja, zijn je ouders. Nee, precies. Toch? Maar dan, zeg maar, je groeit toch wel op met het idee, omdat je telkens maar moet vertellen, nee, het zijn alle 4 mijn ouders, dat het een soort van persoonlijk ding wordt. Van, ik vind het zo, dus het is zo en het maakt niet uit wat andere mensen zeggen. Maar dan zo'n wetgeving ding, dat is dan toch wel hard. Ja. Van, het is niet zo, het kan niet. Ja. Ja. En jij, toen je volwassen werd, want je zei eigenlijk, mijn ouders hebben altijd dat een beetje voor ons, eigenlijk alle dingen waar ze tegenaan liepen, waar wij het over hebben, hielden ze van ons weg. Maar nu, hoe oud ben je? 27. Met 27, nou dan merk je ook met allemaal dingen dat opeens je met je eigen leven aan het opbouwen. Speelt het dan nog een rol in hoe jij bijvoorbeeld dingen regelt voor jezelf? Nee, eigenlijk op dit moment niet. Ik heb het er soms wel met mijn ouders over, maar dat is weer
op het feit dat mijn ouders alles heel goed voor elkaar hebben geregeld voor mij en mijn broertje. Ja, ja. Mijn moeder is dan op een gegeven moment ook gescheiden. En ik heb dus zeg maar nog een soort extra moeder erbij gekregen. Ja. Mijn moeder heeft nu ondertussen al meer dan 10 jaar relatie met haar partner. En ja, zij hebben dat onderling, al die zeg maar facetten van nou ja, erfenissen eventueel, dingen die ze wilden regelen met elkaar, hebben ze allemaal onderling heel goed met elkaar gedaan. Ja, ja. Dus ik heb daar nooit echt last van gehad. Maar dat is niet omdat het zo makkelijk werd gemaakt voor ze. Ja, ja. Toen ik erover aan het lezen was, want je zei je ouders zijn gescheiden, toen hoorde ik ook wel dat ook vaak gebruikt wordt als een sceptisch argument. Van hè, moeten we dit wel doen, dat we dit toestaan? Want op het moment dat het goed gaat, gaat het goed. Maar stel nou, er breekt ruzie uit tussen de 4 mensen en vervolgens dan krijg je een soort dubbeling. Dat wordt allemaal moeilijk, juridisch. Dat wordt, hoe kijk jij daarnaar als je dat argument hoort? Snap je dat? Ja, ik vind het sowieso een beetje een non-argument. Ja. Want er zijn heel veel hetero man-vrouw stellen die ook scheiden, waarbij het ook dramatisch gaat. Ja. En niet om dat te zeggen dat. En dat mag ook nog. Ja, maar dat mag ook gewoon. Daar, niemand die zegt van hé, hey, wat een onzin eigenlijk. Laten we er 1 iemand voor kiezen die het uiteindelijk heeft. Ik denk, zeg maar, ruzie maken is iets menselijks. Dat zal toch bij alle gezinnen wel gebeuren. En om dat nou als argument te gebruiken om dan een meer oudergezin niet te laten zeggen van je mag meer dan 2 ouders hebben. Ja. Dat is een beetje onzin. Ja. Is er iets waarvan je zegt van ik vind het toch wel belangrijk dat dit nog genoemd wordt of dat dit meegenomen wordt, omdat er natuurlijk heel veel mensen in de wetgeving, hoe ze dit regelen, praten vanuit het. Ze praten natuurlijk vanuit het belang van het kind, maar vanuit het perspectief van de ouder. Is er iets wat jij mist in het gesprek of in de waarvan je denkt dat moet nog wel extra nadruk krijgen? Nou ja, missen niet per se. Ik vind alle argumenten die ik hoor, vind ik heel erg wat de kern van het probleem is. Ik denk dat het belangrijkste is voor, en dat is misschien niet voor iedereen die hier zit, want iedereen die hier zit is waarschijnlijk heel erg pro, is dat het kan heel erg voelen alsof het niet belangrijk is op het moment dat jij er geen last van hebt. En dat is eigenlijk in alle dingen waar een minderheid soort van in onderdrukt wordt of in een kans niet krijgt. Op het moment dat jij altijd naar school kan en iemand kan niet, en je zegt, oh ja, maar wat boeit het nou, weet je wel, je kan het geen leven leiden, dan kan dat heel niet belangrijk voelen totdat jij die kans ook wordt ontzegd. Ja. Dus dat is vet wat ik belangrijkst vind. En wat ik gewoon merk aan mijn ouders, ze hebben gewoon heel hard moeten werken. En hoewel ik het wel vind hoor, ik vind het een heel mooi ding dat ik zou zeggen, wat ik altijd zeg als ik met andere mensen hierover praat, zeg ik zou eens willen dat hetero stellen soms wat vaker zouden nadenken over het krijgen van kinderen, want het is een grote beslissing. En in die zin vind ik het zeg maar ook ergens wel mooi dat je ervan moet werken in het begin, maar daarna zou het wel wat makkelijker mogen worden. Ja, ja, ja. Ja, want zeg maar, het is niet dat het dan zo van, oké, je hebt gewerkt om een kind te krijgen. Je bent zover, het is niet dat het dan stopt. Het is dus dat argument kunnen we ook van tafel vegen. Ja, het is niet binnen, nou, sowieso is een kind niet binnen een dag gemaakt. Nee, maar, nee, zeker niet. Nee, ook niet, niet per se voor hetero stellen, maar het is gewoon, weet je, over het algemeen is dat een soort beslissing van, nou, laten we het, weet je, dat kan je bijna doen van laten we het doen. Ja. En ja, als meer ouder gezin kost het meestal toch iets meer moeite. Je klinkt heel trots als je over je ouders praat. Ja, nee, ben ik ook wel. Zeg, vooral hoe ouder ik word, hoe meer ik besef hoeveel dingen zij hebben moeten regelen eigenlijk. En ook, ik bedoel, kijk, we hebben het natuurlijk, ik ben ze heel erg aan het opreizen. En ook dit allemaal. Maar ik wil het niet zeg maar zeggen dat het makkelijk is om met eigenlijk 2 gezinnen om een kind op te voeden. Ik bedoel, ik denk ook als heterostel, het is gewoon lastig om een kind op te voeden. Je krijgt altijd dingen over meningen tegenover elkaar van hoe wil je dat we het doen. Ja. En ook al kan je zeg maar zo erg op 1 lijn zitten, er zullen altijd momenten komen waarbij je denkt, nou, wij willen iets anders. Mijn ouders hebben dat heel goed altijd door gewoon wekelijks met elkaar te gaan zitten en te spreken, hebben ze dat gewoon heel goed geregeld. Ja. Zonder dat ooit zeg maar over mij en mijn broertje heen is gekomen. Ja, ja. Het laatste misschien, wetgeving heeft ook aandacht nodig, hoorde ik net, om het er wat sneller doorheen te gaan. Jij hebt volgens mij heel veel vaak gesprekken gevoerd met mensen als ze weer zeiden, wie zijn je echte ouders? Ja, ja. En dan moest je dit vertellen. Wat was het beste argument waarmee jij, waar merkte je dat je het gesprek mee kon openen bij mensen? En meestal merkte ik dat op het moment dat ik een gesprek met ze aanging en zij merkte, oh, het is eigenlijk gewoon een hele normale gast. Er is eigenlijk helemaal niks anders aan hem dan aan kinderen van hetero gezinnen. Dus dan weet je van dat je dan merkt dat ze zoiets, dat ze zien dan een echt voorbeeld in de praktijk van dat het allemaal hartstikke goed gaat. En dat is meestal waar
mensen, zeg maar, waar ik het mee won overwon dan. Zo. Mooi. Dankjewel voor het delen van je verhaal. Ja. Geef me een warm applaus. Floris Rijkenberg. Ja, misschien moeten we nu maar eens naar dat rapport nog eens gaan en die commissie herijking ouderschap. Ulisse, toen ik het las en ook de motie, laten we eerst iets vertellen. Er is een motie ingediend en jij zei net, die hebben we daarna weer een klein beetje veranderd. Die is weer iets aangepast. En onderdeel van die motie is ook dat er nog een onderzoek plaats moet vinden. Mm-hmm. Toen dacht ik, kun je me dat uitleggen? Want in 2016 was die staatscommissie, staan hartstikke goede aanbevelingen in, vind je. Mm-hmm. En wat ik ken van onderzoeken uit Den Haag, is dat die soms lang duren. Mm-hmm. En dat je zou willen, weten we het niet al, kunnen we het niet gewoon gaan doen. Kun je me dat uitleggen? Ja, dat kan ik uitleggen. Kijk, sommige onderwerpen, en dat zei ik net ook, maar volgens mij voelt iedereen in de zaal, voelt dat volgens mij ook wel. Sommige onderwerpen zijn van langere adem. Ja. En die ga je niet voor elkaar krijgen door direct iets af te dwingen met een meerderheid in de Kamer. Wat natuurlijk kan, maar of dat echt uiteindelijk verstandig is en of dat uiteindelijk echt tot goede wetgeving leidt, dat kun je afvragen. Wat natuurlijk wel zo is, de staatscommissie heeft een voorstel met name gedaan voor hoe je de weg tot meer ouderschap, de procedure zou moeten inrichten. Mm-hmm. Maar het is wel zo, en ik vind wel dat de Kamer daar oog voor moet hebben, want we hebben inmiddels stevig ook naar onszelf gekeken en geconstateerd, we hebben soms wat weinig oog voor uitvoering. Ja. Moet je dat niet heilig verklaren, maar de realiteit is wel, je moet kijken naar uitvoeringsconsequenties. En die zijn er hier wel. Voor UWV, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag. Er zijn allerlei wel uitvoeringsvragen. Maar waar het even om gaat, waar het Lisa en mij hier om gaat, is, als je niet daar serieus naar gaat kijken, dan weet je zeker dat de uitkomst nul is niks. Dan gaat er niks veranderen. En wat wij voor elkaar willen krijgen nu, is dat, we zien dat er fiscale consequenties zijn. Hè? De minister noemde net in het filmpje, noemde allerlei gevolgen. Prima. Ga daar dan naar kijken. Denk ook even na hoe die regelgeving zich tot elkaar zou moeten verhouden. En dan heb je in ieder geval, een stap zet je in de richting. Ja. En ik geloof zelf wel heel erg, je moet wel een eerste stap zetten. Ik snap dat misschien niet meteen de stap is waar velen op hopen. Maar het is wel een begin. Ja. En Machteld, want Vera Bergkamp heeft ooit een keer een document, nu Kamervoorzitter, met alles wat er dan eigenlijk, waar jij ook op doelt, hè, alles wat doorgerekend moet worden, wat moet veranderen. Waar moeten we dan aan denken? Wat er allemaal in gang moet worden gezet om die wetgeving te laten werken en niet op een soort nulpunt te laten landen? Ja, het is vooral gewoon kijken in de wet waar, om maar iets te noemen, het woord ouder voorkomt. Hè? Waar speelt een ouder een rol? Nou, dan gaat het over kinderalimentatie. Nou, we horen het jeugdstrafrecht langskomen, het jeugdrecht. Maar ook nationaliteit, dat soort vraagstukken. Het is puur gewoon kijken in de wet. Waar speelt ouderschap een rol? Waar speelt gezag een rol? En wat moeten we daarvoor regelen? Of kan het gewoon blijven zoals het is? Dus dat is eigenlijk inderdaad precies de uitvoering. En ik, dat hoeft niet heel lang te duren, denk ik. Want dat is gewoon in kaart brengen van waar speelt dat een rol? Ja. En dat is eigenlijk iets anders dan echt het regelen van meer ouderschap zelf. Dus het regelen van wat betekent het als wij nu zeggen, wat de staatscommissie heeft voorgesteld, een kind kan vier ouders hebben en vier ouders met gezag. Ja. Waar moeten we dan allemaal in de wetgeving gaan kijken waar dat consequenties heeft? Ja, ik kan me namelijk ook voorstellen, Sarah, want Nederland is ook geen eiland, dat bijvoorbeeld het buitenland ook nog een belangrijk aspect is hier. Hè? Want je kunt het hier in Nederland natuurlijk regelen, maar vervolgens als je vakantie gaat of je bent in het buitenland, dan wil dat niet zeggen dat het meteen daar ook gaat gelden. Denk jij dat het problemen zou opleveren, wetgeving hier? Ik denk niet dat je het in Nederland niet moet regelen, omdat het dan in het buitenland niet geregeld is. Iemand moet beginnen en je bent verantwoordelijk voor je eigen land. Je kan niet over je grenzen regeren. Als ik een vergelijk trek met de wet lesbisch ouderschap, daar hebben we ook jaren voor gestreden samen met het COC. En die is er gekomen. Dat betekent dat je als duo-moeder niet je kind hoeft te adopteren, maar kan erkennen. Alleen zijn er landen die het vrouwenhuwelijk niet erkennen. Ja. Dus ook die manier van een kind erkennen, ander woord voor erkennen, niet erkent. Ja. Maar dat betekent niet dat je het in Nederland niet moet regelen. En ik weet ook dat er andere landen al kijken naar dat meerouderschap.
ik zou het toch wel heel erg leuk vinden als wij naar British Columbia dan toch wel de eerste waren. Ja, ja, ja. Doe je best. Mij, en... Ik ben het daar ook wel mee eens, zo, want volgens mij, mensen die dit graag willen, die beseffen zich ook volgens mij heel goed dat het in het buitenland nog niet geregeld is. Dat de juridische positie in Nederland dan anders kan zijn in het buitenland. Maar ja, als dat het doorslaggevende argument is om het niet te doen, dan kom je ook weer niet verder. Dus ik ben het erg eens met Sarah. Oké, mooi. Ja, nog een argument van tafel. En dat is nu toch ook zo? Ik bedoel, dat vind ik in de hele discussie die ook tussen dit rapport en nu gevoerd wordt, gaat het alleen maar over wat gebeurt er als we het regelen en niet wat gebeurt er als we het niet regelen. Want we horen net toch ook dat mensen naar het buitenland gaan en geen zeggenschap hebben. Nou ja, dan heb je het in ieder geval in Nederland wel als je het in Nederland regelt. Ja. En misschien volgt het buitenland. Wie weet, dat zou mooi zijn. Maar als ik jou dan zo hoor en je kijkt naar die tijdlijn en je hoort Ulisse zeggen van het gaat nog wel een paar jaar duren, dat is niet zomaar gedaan. Ik proef ook wel een beetje, maar misschien klopt dat helemaal niet, dat jij denkt we kunnen best wel snel hier stappen maken. We hoeven helemaal niet zo. Ja, ik denk dat dat zeker wel sneller kan. Vooral ook omdat de argumenten die zeker in het meest recente conceptwetsvoorstel van vorig jaar over dat deelgezag, het argument wat aangehaald wordt steeds weer, is dat er verwezen wordt naar conflictscheidingen. Ja, de vorige minister haalde dat steeds naar voren. Ja, maar conflictscheidingen niet goed voor kinderen. En dan denk ik, waar zit de vergelijking tussen meer oudergezinnen en conflictscheidingen? Dus er wordt op een manier over gepraat en dat moet weg. En het is goed dat nu inderdaad gewoon, als dat gewoon uit de discussie verdwijnt. Want dat is niet behulpzaam. Maar sorry, misschien snap ik hem niet hoor, maar een conflictscheiding kan gebeuren. Ja, maar het is geen argument om meer ouderschap niet te regelen. Je bedoelt, dat wordt eigenlijk ook wat Floris zei, dat wordt veel te veel gekoppeld eraan als argument. En dat is niet terecht omdat... Ja, omdat... Ik denk ten eerste hebben ouders heel goed nagedacht over wat ze gaan doen. Ten tweede, conflictscheidingen. Nou, dan hebben we het over 5% van de echtscheiding of 6%. Nou ja, er zal dus een conflictscheiding ook in een meer oudergezin voorkomen. Ja, dat zou best kunnen. Geen reden om dat niet te regelen, want dat is niet de norm. Nee. Nou, en sterker nog, je kan dus ook zeggen van op het moment dat wij met z'n drie of met z'n vieren ouders zijn en we hebben een conflict, dan heb je voorbank- en achterbankouders. En dan mag de ene vader wel met mij in gesprek bij de advocaat, maar die ander niet. En vervolgens komt hij thuis en dan gaan ze dat samen nog bespreken. Ja, dan maak je de conflicten groter. Ja. En ja, sowieso in een meer ouder gezin, je zit nooit alle drie of vier tegelijk in je emoties. Je hebt eigenlijk een mediator al aan boord. Plus dat in die stappen die je vooraf neemt, zit ook de stap dat je een ouderschapsovereenkomst, een meerouderschapsovereenkomst sluit, dus er allerlei afspraken maakt. En ook wat te doen in geval van conflicten. En dan wordt er vaak de naam van de mediator ook al benoemd. Dus zo'n gezin gaat veel vaker even als je denkt, nou, we gaan een beetje richting, het wordt niet zo gezellig. Mm. We krijgen het tij niet gekeerd. We gaan even voor de APK naar een counselor of mediator. Ja. Deze gezinnen zijn veel meer geneigd om met elkaar in gesprek te zijn, wat jij ook zegt over jouw gezin, dat er één keer per week gesproken wordt. Wij zijn veel meer bezig met hoe voeden we op, hoe verhouden we ons tot elkaar. En je hebt van tevoren, dus je hebt dat meeroudergezag alleen maar gekregen als je stappen vooraf hebt genomen. Ja, ja, ja. Maar waar loopt het nou? Want toch tegelijkertijd, hè, we zijn het aan tafel, zijn jullie het volgens mij enorm eens eigenlijk over de noodzaak en over. En toch, in de aanloop naar de avond weet ik dat de programmamaker ook bijvoorbeeld. Het CDA zit ook in de coalitie. Meerdere CDA-kamerleden zijn ook uitgenodigd. Die wilden niet of die konden niet. Nee, daar kom je niet achter. Maar in ieder geval hebben we meerdere mensen gevraagd. Mm. Is er weerstand ook tegen de... Ik bedoel, die hebben ook niet het regenboogakkoord wel ondersteund. Maar waar zit de weerstand? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, ik snap de nieuwsgierigheid, maar ik vind dat lastig om voor andere partijen te spreken. Ik vind, ja, kijk, ik ben hier gekomen. Ik ben hier gekomen om uit te leggen waarom ik dit doe. Ik ben hier om uit te leggen dat we in ieder geval een eerste stap kunnen zetten. Ook in mijn woorden zit natuurlijk enige voorzichtigheid. Ja, de realiteit is, je werkt samen met anderen. Je bent samen in een boot gestapt. En nou, ik vond nogmaals, een van de eerste sprekers zei, er bestaan bij sommige partijen nog wel wat traditionele beelden. Dat mag. Ik heb daar ook geen waardeoordeel over. Ik probeer een beetje, in mijn werk probeer ik gewoon op de inhoud te focussen. Ik merk dat je daar wat verder mee komt. Dus ik laat andere partijen in hun waarde. Alleen om dit onderwerp verder te brengen, dat is ook de keuze die Lisa en ik nu hierin maken, is het wel belangrijk om
elkaar zoveel mogelijk vasthouden. Als je dingen gaat doen die anderen heel erg tegen de borst stuiten, dan creëer je juist dat die 5% opeens leidend gaat worden. En dat willen wij niet. Ja. Daarom is dit echt een mooie stap. En ik geloof echt wel, er zijn grote dingen gebeurd in de wereld, uiteindelijk na een eerste stap. Dat kan even duren, maar je moet wel die stip op de horizon zetten. Ja. En anderen zien dit gewoon minder zitten. Ja, daar hoef het niet flauw over te doen. Dat is zo. Ja. Ja, ik wil daar wel even op aanhaken. Toen ik voor het eerst werd gehoord door de staatscommissie, nou, vragen ze naar je ervaringen. En toen dacht ik, dit wordt een taaie dobber. Er waren echt wel mensen die flink met de hakken in het zand stonden over deze gezinsvorm. En uiteindelijk kwam dat rapport en werd dat gepresenteerd. En moest ik gewoon echt huilen van, hè? Ze hebben gewoon geluisterd. Zowel over draagmoederschap als over meer ouderschap. En meneer Nuitink bijvoorbeeld, die in de staatscommissie zat, die heeft daar ook echt een stuk over geschreven. Hoogleraar familierecht was hij, hè? Ja. Ik had geen idee. Ik zat fout. En op het moment dat ik hoorde hoe die gezinnen leven, toen dacht ik, hey, weet je, door die ervaringen van mensen. Dus het is ook wel zien eten, doet eten. Je moet gewoon daaraan wennen, je erin verdiepen in de gezinnen zelf. En Aleid Wolfs heeft ook bij de presentatie alle gezinnen bedankt die hun ervaringsverhalen zowel met de staatscommissie hebben gedeeld als mensen die interviews in kranten hebben gegeven. Om een inkijkje te hebben in die gezinnen en dan vervolgens te beseffen, hier moeten we dus echt wel wat aan gaan doen. Ja. Unaniem volgens mij ook. Het is vrij uniek dat een staatscommissie unaniem tot een oordeel komt. Ja. Tegelijkertijd denk ik nog steeds, stel je, nou, er zijn ook mensen die oriënteren zich nu, die denken, ja, misschien wil ik dit wel, misschien. En tegelijkertijd van, ja, hoe is dat geregeld? We hebben geen datum waarop het geregeld is. En in de tussentijd speelt er nog van alles. Is er een manier waarop we de tussentijd daarnaartoe beter kunnen vormgeven? Want op dit moment is het zo dat bijvoorbeeld een financiële gift is alweer lastiger dan bij de gezinnen waarvoor het wel geregeld is, reisverzekering. Als je naar het ziekenhuis gaat, hebben we het over gehad, medische beslissingen. Is er een manier waarop we nu in de tussentijd ook het kunnen regelen om het wat draaglijker te maken? Want ik denk dat niemand, of je nou moreel voor of tegen bent, in de situatie wil zitten dat een ouder met een kind naar het ziekenhuis gaat en geen beslissing kan nemen. Ik denk dat je feitelijk dingen kan regelen, maar dingen die aan het gezag gekoppeld zijn, dat is gewoon heel moeilijk. Zoals het ziekenhuis is, blijft gewoon heel moeilijk om dat te regelen als je geen gezag hebt. Ja, je kan proberen te werken met dingen dat je het gezag aan iemand mandateert. Maar ja, dan kom je alweer in hele ingewikkelde dingen. Want dan moet je die lijst, inderdaad, die de werkgroep wil gaan maken. Je zit dan toch met diezelfde gevolgen. Hè? Wat voor effect heeft dat? Dus uiteindelijk is, als je echt ouderschap en gezag wil regelen, is dat lastig om dat met tussentijdse oplossingen te komen. Ja. En ik snap dat het tijd kost. Hè? Ik bedoel, ik denk het kan sneller, maar ik zie ook dat de politiek, daar moet je op een totaal andere manier werken. Dus het is heel goed om het gesprek gaande te houden. Maar ik denk technisch gezien, hè, als je dat buiten beschouwing laat, dan kan het sneller. Maar het is een politiek ding, ja. Ja, ik denk dat dat ook averechts kan werken als je nu een tussenoplossing kiest, waarin niet dus al die mitsen en maren die de staatscommissie heeft voorgesteld ingebakken zitten. Dan kan het dus juist averechts werken. Ja, dus daar moet je ook voor oppassen, zeg je eigenlijk. Ja, het is niet voor niks dat er stappen vooraf gedaan moeten en dat het allemaal ingebed is. Ja. Je kan er niet één stukje uithalen, het is wel een geheel. Ja. Ja, want dat deelgezag inderdaad, wat in concept is voorgesteld 2 jaar geleden inmiddels, dat is zo'n soort van ballonnetje oplaten van kunnen we iets aan rechten geven. Maar uiteindelijk leidt dat tot een lege huls bijna. En daar moet je inderdaad voor oppassen dat je niet iets gaat creëren wat je het gevoel geeft dat je status hebt, maar bij je uiteindelijk niks, toch geen zeggenschap hebt. Ja. Want dat wil je. En iets anders, want momenteel een stel moet getoetst worden door de rechter. Daar ben jij volgens mij ook niet per se een voorstander van. Ik denk dat heel goed onderbouwd moet worden. De staatscommissie heeft dat voorgesteld en ik snap deels hun argumenten. Want ze zeggen, de rechter kan het belang van het kind toetsen. De bijzondere curator kan daar naar kijken. Die gaat dan voor het kind meekijken. En aan de ene kant snap ik dat argument van, je wil misschien weten wat deze 4 ouders, wat voor mensen dit zijn. Maar aan de andere kant denk ik, dat doe je bij andere ouders ook niet. Je kan als stel naar een embryo adopteren, om het maar zo te zeggen. Gewoon een embryo dat over is van IVF. En dan gaat toch ook niemand toetsen of jij wel voor het kind wat niet aan jou verwant is, goede ouders zal zijn. Dus ik snap ergens
Ik snap zeker dat je heel goed met elkaar moet spreken van tevoren. En de staatscommissie heeft denk ik gedacht van oké, dat toetsen wij dan dat dat gebeurd is door de rechter. Die gaat dan kijken, heb je een goede overeenkomst gemaakt? Maar moet dat per se een rechter zijn? Kan dat niet iemand anders zijn die dat doet? Ja, Ulisse. Ik vind dat een lastige, ja. Nou ja, wat ik net zei, unaniem kwam de staat, dat hoeft trouwens ook geen argument te zijn. Hoor. Je moet altijd ook durven een ander stad... Iedereen kan het unaniem enorm maar mis nog, hebben, ja. Kijk, toen ik het las, en ik vind het ook dat deel van het rapport, er zijn wat taaiere delen, moet ik eerlijk zeggen, in dit rapport. Maar dat was eigenlijk ook heel goed leesbaar, omdat heel beschrijvend werd... staat in het rapport. Je wordt eigenlijk meegenomen in hoe de staatscommissie voor zich ziet, hoe zo'n procedure er dan uit moet zien. Ik ben daar nu in. Op zich de gedachte dat er een extra toets in zit. Ik kan die gedachte wel volgen van de staatscommissie. En ik weet niet, zeg maar, je kan daar natuurlijk nog, je kan uit die procedure nog wat dingen halen. Maar of het dan politiek makkelijker wordt om het voor elkaar te krijgen, dat weet ik ook weer. Ja, maar dat is ook een pragmatisch argument. Ja, je moet, luister, ik moet pragmatisch zijn af en toe. Hè, dus, ja. Ja, en misschien het laatste, want dan wil ik ook zo naar het publiek toe. Het rapport, of nou ja, deze stoeptegel, die heet Kind en ouders in de 21ste eeuw. Nou, we zien hoe taai het is om die wetgeving er doorheen te krijgen. Die is er nog niet. Tegelijkertijd, wetgeving volgt veranderingen in de samenleving. Is er nou iets wat we kunnen doen om het boek Kind en ouders in de 22ste eeuw, bij wijze van spreken, wat korter te maken? Want we weten niet, zeg maar, het is een beetje de unknown unknowns, toch? Je weet niet hoe de samenleving er over 30, 40 jaar uitziet. Misschien dat er weer hele andere problematieken, nou niet problematieken, maar uiteindelijk mensen die het op een bepaalde manier regelen in de problemen komen. Ja, of medische ontwikkelingen. Nou ja, is er een manier om die nieuwe wetgeving, de dynamiekregeling, noemde Frank Weerwind het, de dynamiekproef te maken? Ik weet ook niet wat dat is, maar zijn er manieren om ervoor te zorgen dat we onszelf niet vastleggen in een nieuwe regelgeving die vervolgens weer niet flexibel is op de problemen die dan op ons afkomen? Ik denk dat je heel goed moet bedenken wat de staatscommissie heeft geprobeerd te doen, maar waar ze uiteindelijk, wat ze ook zeggen, niet uit zijn gekomen, is wat is überhaupt het hele doel van het afstammingsrecht wat hierin vast ligt? Want dan kom je, als je veel meer gaat denken, wat willen we regelen en wat mag de staat regelen? Maar dat is drie stappen terug. En dan duurt alles weer veel langer. Maar voor de toekomst, inderdaad, als je met nieuwe medische technieken gewoon vier genetische ouders kan hebben. Ja, hoe kan je dan nog zeggen, die kunnen niet alle vier je ouders zijn? Ja. En als het er meer worden, ja. Ja. Wat koopt een baarmoederzak bij Albert Heijn, doe je elke avond een balkon in. Ja, En dan heb je geen moeder meer. Dit was een hypothetisch voorbeeld. Ik ga niet zeggen dat ik ervoor ben. Nee, maar wat ik wil zeggen is dat de medische wetenschap gaat ook heel hard vooruit. Ja. En dan er gaat van alles gebeuren waar we nu nog geen weet van hebben. En je zal met wetgeving altijd achterlopen. Ja. Zeker als je het goed wil doen. Ja. Misschien als laatste, Ulisse, met die wetgeving. Hè? Waar staan we nou? Als we het dan een beetje als een marathon zien. Die is 40 kilometer. Zijn we dan zo rond de kilometer 35, 36? Of staan we echt nog rond de helft of daarvoor? Nee, ver daarvoor nog. Daar moet ik gewoon eerlijk over zijn. Ver daarvoor. Kijk, de situatie nu is niks. Er is niks en is ook eigenlijk niet echt een duidelijke politieke intentie, ook niet op departementaal. We gaan eens even kijken, als je het zou willen, wat je dan zou moeten doen. En bij wetgeving werkt het natuurlijk wel zo dat er moet ergens een stap gezet worden om het denkproces te beginnen. En dus ik zou zeggen, we zijn in de eerste paar kilometer. Maar die natuurlijk wel, nogmaals, als je dat niet doet, dan weet je zeker dat de jaren weer niks gebeurt. Je houdt daarmee het gesprek de gaande. Die discussie gaande en je dwingt wel anderen om, met name ook de mensen die over de wetgeving moeten nadenken, uit te voeren. Je dwingt wel om even in kaart te brengen, wat is dan die het staat nu in een voetnoot in de brief. En dat gaat straks even voor het beeld, het is nu een voetnootje. Nou, straks moet dat een uitgebreide brief worden. Misschien leidt dat wel tot iets, en zo kom je er maar de eerste paar kilometer. Ja. Het is een trein en die moet gewoon niet stilstaan. Hij moet rijden. Ja. En stukjes langzaam, stukjes wat sneller. Ja. Oh ja, en misschien is laatste iemand die vroeg vandaag bij de aankondiging op Twitter, die oriënteerde zich en die stelde een vraag eigenlijk. Want die zei, ik overweeg om een meeroudergezin te proberen te stichten. Maar die zei, kan meer ouderschap eigenlijk door het volwassen kind ongedaan gemaakt worden?
Ja, ik denk dat dat hetzelfde zal werken als bij gezinnen nu. Ja. En daar kan jij het beste biologisch, wat over zeggen. Als kind kan je niet biologisch juridisch ouderschap altijd ongedaan maken. Er zitten termijnen aan, maar ook als je een vader en een moeder hebt en je juridische vader is niet je biologische vader, maar dat is de buurman, dan kan je als 20-jarig kind zeggen, nee, dit is niet mijn vader. En dat is ook, zit ook hierin. Niet biologisch ouderschap kan je als kind ongedaan maken. Ja. Niet van een ouder die je niet ziet zitten. Dat kan je ook. Of een ouder die je heeft mishandeld. Die wel je biologische ouder is, maar puur biologie speelt daar een rol. Ja, ja. Volgens mij gaan we hem afronden hier. In ieder geval, het is een hele hoop gezegd en gehoord. Er is ook, ja, ik ben geen jurist, dus jullie gaan me allemaal corrigeren. Maar volgens mij zijn er wetten en zijn er geest van de wetten. En zijn er ook mensen die daar soms doorbraken in kunnen doen en soms dingen snel kunnen doen. Ik hoorde ook wel dat deze motie voor jou niet een wappermotie was, maar de eentje waar je echt met hart en ziel de komende jaren mee aan de slag gaat. Dus dank ook voor je komst, Elisse Elian, wordt enorm gewaardeerd. Dank ook aan Machtel, dank aan Sarah, dank aan mijn andere sprekers, Eke Krijnen, Timo Huisteveld, Remco Koremans en natuurlijk ook Floris, dan ben ik je achternaam even kwijt, sorry hoor. Rijkenburg. Floris Rijkenburg, ja, dankjewel ook voor het delen van jouw persoonlijke verhaal. Geef ze allemaal een warm applaus. En het is hier best wel warm in de zaal, dus laten we vooral ook een drankje gaan doen. Dat kan aan de bar, dat kan ook, dat kunnen we ook buiten op het terras. Dan kunnen we nog napraten met elkaar, laten we elkaar opzoeken. En nog een hele fijne avond. Dank jullie wel.